Welkom bij de Lintjesregen drive-thru van gemeente Haarlemmermeer. Hier is burgemeester Marianne Schuurmans-Weideven. Zo, goedemorgen allemaal. Van harte welkom bij deze bijzondere bijeenkomst. Ik zie dat het heel druk is. Fijn dat u er allemaal bent. Als het goed is, kunt u mij allemaal heel goed verstaan en kunt u het via het scherm allemaal zien. Ja, we willen, ook al is het corona, toch de bijzondere vrijwilligers in onze gemeente in het zonnetje zetten. Nou, dat doen we vandaag letterlijk. En dat betekent dat ik dan bij de personen die een onderscheiding krijgen thuis zou zijn gekomen. Maar dan had u er niet bij kunnen zijn. En dat is voor u, maar ook voor de mensen die de onderscheiding krijgen, heel belangrijk dat u erbij bent. Dus dank dat u er bent. We hebben ontdekt dat het wel bijzonder is als je hier op een podium staat en ik vertel dan dat je een onderscheiding krijgt en dat het dan heel stil is. Dus we gaan u hulp vragen. U mag op het moment dat dat wordt verteld, degene die hier staat, extra belonen en eren door hard op uw klakson te drukken. Dat helpt voor de feeststemming. Het is anders verboden, maar we doen het maar vandaag, want het is een bijzondere dag. Een bijzondere dag, want we gaan beginnen. En dat doen we door te vragen of Jo van Aert hier voor komt rijden. U kunt hier voor het podium komen en dan bij de trap uitstappen. Mag ik u uitnodigen? Jo van Aert. Ja. Ja, de ervaring leert dat ik dit maar één keer hoef te zeggen en u snapt het meteen. Dus dat gaat heel goed. Dank u wel. Van harte welkom. Gaat u staan op de stippen. Ja, van harte welkom. Jo, geschrokken? Ja. Ja. Toen kreeg ik een bos bloemen al en dat, nou ja, ik snap nog steeds niet hoe goed wat er gebeurt. Ik zal vertellen wat u zegt, want dat kunnen ze in de auto niet horen. Een uurtje geleden kreeg u onverwacht bloemen en daardoor wisten dat er iets bijzonders was. Nou, fijn dat u er bent. Jo, je hebt vrijwilligers en je hebt vrijwilligers. En u behoort tot de laatste categorie. Ik kan niet zo snel iemand bedenken die naast een volle vrijwilligerswerkweek op haar 60ste daar nog betaald werk bij gaat doen. Niet om het geld, maar omdat u bij de thuiszorg ook ouderen kon helpen. En inmiddels bent u echt met pensioen, maar u onderhoudt nog steeds al die contacten. Sterker nog, soms bent u hun enige bezoek. Uw leven staat in het teken van het helpen van anderen. Dat doet u sinds uw dochters geboren zijn, onder andere via uw parochie. Dat is de Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel. En daar bent u al 40 jaar lid en sinds de parochie is verhuisd van Rijsenhout naar Aalsmeer, vertegenwoordigt u de parochie in Rijsenhout. Binnen Rijsenhout was u de drijvende kracht achter de interkerkelijke samenwerking. U heeft zich altijd ingespannen voor de ecumene zoals het was bedoeld. Voor en door mensen. En ook toen de katholieke kerk uit Rijsenhout vertrok. U bent zeer begaan met het wel en wee van de parochianen. U komt, ook binnen het bestuur, altijd op voor uw medemens. U bezoekt mensen thuis en hoewel u zich bescheiden opstelt, is uw werk absoluut niet onopgemerkt gebleven. Maar u bent veel meer dan actief en betrokken bij uw parochie. Zo was u hulpouder op de basisschool van uw dochters. En in uw geval vanzelfsprekend zorgde ook u voor de bejaarde ouders. En daarnaast zorgde u ervoor dat in 1997 de vrijwillige hulpdienst in Rijsenhout een feit werd. En natuurlijk zat u in het bestuur. En natuurlijk bent u actief betrokken bij de uitvoering van alle taken. Hulpbehoevende inwoners van Rijsenhout, Burgerveen en Aalsmeerderbrug kunnen bij de hulpdienst terecht voor vervoer en begeleiding naar het ziekenhuis en andere zorgverleners, voor boodschappen en voor klusjes. En iedere week bent ook u beschikbaar voor een van deze activiteiten. Voor niets gaat de zon op, is het gezegde. Dat geldt ook voor vrijwilligerswerk. Er is altijd geld nodig. En daarom maakte u, samen met uw collega-bestuursleden, bloemenbakjes die tijdens de Rijsenhoutse feestweek werden verkocht. Wat later vroeg en kreeg u subsidie van de gemeente. U beseft als geen ander hoe belangrijk vrijwilligers zijn. De jaarlijkse kerstattentie voor de vrijwilligers brengt u dan ook persoonlijk bij hen langs. En vanaf het moment dat u zich na uw verhuizing naar Rijsenhout daar thuis ging voelen, heeft u zich ingezet voor de gemeenschap. Via de kerk, via de hulpdienst, maar ook gewoon door contacten te onderhouden en op bezoek te gaan bij mensen die dat nodig hebben. En zeker afgelopen jaar. Beste Jo, ondanks alles wat u voor de gemeenschap, voor anderen doet, staat u altijd bescheiden op de achtergrond. Terwijl juist u het zo verdient om in het zonnetje gezet te worden. En dat gaan wij vandaag dan ook doen. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd. Als u op de witte stip gaat staan, want alles moet coronaproof. Ik ga u eerst dit zo aanreiken als u het ook vast heeft. En dan even naar de fotograaf kijkt. Lukt dat? Ja? Dan ga ik het weer van u afnemen. En dan ga ik uw man vragen om het op te spelden. Want dat is dan weer coronaproof, hè? U mag haar feliciteren, hè? Dat is toch wel heel bijzonder. Ja, het lijkt bijna een huwelijk zo, hè? Krijgt u ook bloemen bij, alstublieft. En dan gaan we nog een keer de foto maken, weer op de afstand. Kijken we die kant uit? Ja. Dames en heren, uw applaus. Van harte gefeliciteerd en maak er een hele mooie dag van samen. Nee, dat weet ik. Ze merkt op dat ze het nooit alleen heeft gedaan. Maar weet u, iedereen die een koninklijke onderscheiding krijgt, dat zijn juist de mensen die zo bescheiden zijn. En vandaag is het uw dag, dus geniet ervan. Fijne dag samen. En terwijl zij in de auto stappen, gaan wij over naar de volgende. Dank dat u zo mooi meedoet. Het is echt heel bijzonder als je hier op het podium staat. En we zien u allemaal in de auto zitten en u leeft zo mee. Dank daarvoor. Graag zou ik willen uitnodigen Jan Doorenbosch om hier voor het podium te komen. Ik vrees wel dat ik ontzettend veel klachten ga krijgen van geluidsoverlast. Maar het is een goed doel. Goedemorgen. Fijn dat u er samen bent. Goedemorgen. Ja, fijn dat u zo erbij is, want ik heb hulp nodig bij de lintjes, hè, dus zo werkt dat. En u heeft ook nog gezelschap in de auto. Welkom. Van harte welkom, Jan Doorenbosch. U mag een beetje draaien, zodat de mensen in de auto ook mee kunnen genieten ervan. En dat u ook goed op het beeld komt. Beste Jan, al meer dan 50 jaar, vanaf 1967 om precies te zijn, zorgt u als vrijwilliger voor het reilen en zeilen van uw tennisvereniging Badhoevedorp. Lid van diverse commissies, bestuurslid en nog steeds actief binnen de veteranencompetitie. Als dat betekent dat u nog steeds een balletje slaat, nou, diepe buiging voor u. Maar u organiseert ook de jaarlijkse uitwisseling met APGS, de tennisvereniging van de Amsterdamse politie. Veteranentoernooien en de competitie in de Wildenhorst. Het is een cliché, maar clichés zijn meestal wel waarheid. Zonder vrijwilliger kan een samenleving niet draaien. Zonder vrijwilligers geen clubs, geen kerk, geen lokale feestweken en ook geen sport. En daar bent u de belichaming van. Want met al uw activiteiten bent u van onschatbare waarde voor uw vereniging. En dat geldt niet alleen voor de tennisvereniging, maar uw hart klopte ook voor hockeyvereniging Xenios. Nadat u actief was bij het opbouwen van hockeyvereniging Sarto, ontstond Xenios uit de fusie van Sarto met hockeyvereniging Badhoevedorp. En bijna 50 jaar lang heeft u diverse bestuursfuncties bij Sarto en later Xenios vervuld. Ook de dorpsraad Badhoevedorp kon een flink aantal jaren een beroep doen op uw kwaliteiten als adviseur en PR-commissaris. Met uw bestuurskwaliteiten en uw vermogen om mensen te verbinden, heeft u een betekenisvolle rol gespeeld bij de Vereniging van Eigenaren in het wooncomplex Zuiderbogen. Eerst als lid en later als voorzitter van de hoofdsplitsing van wooncomplex Zuiderbogen. Bij de nieuwbouw van dit appartementencomplex, waarin huur en koop is gecombineerd, heeft u zich vooral ingezet om contacten te leggen tussen de nieuwe bewoners en het organiseren van een gestructureerd overleg tijdens de bouwwerkzaamheden. En uiteraard richtte VVE zich op de kwaliteit van de werkzaamheden, maar u was ook actief betrokken bij de inrichting van het terrein waarop de 3 appartementencomplexen staan. Maar het ging u niet alleen om de stenen en om de inrichting. Minstens zo belangrijk, en misschien wel belangrijker voor u, was het verwelkomen van de nieuwe bewoners. Dat deed u door het organiseren van kennismakingen en door te zorgen voor een welkomstcadeautje. U stond aan de wieg van de evenementencommissie door bijvoorbeeld een bloemetje op de verjaardag van bewoners te organiseren. En zo stelde u nieuwe bewoners, allemaal ouder dan 65, gerust in hun nieuwe woonomgeving. Bovendien nam u het initiatief voor samenwerking met Zorgcentrum De Meerwende in Badhoevedorp. U maakte van die VVE een vereniging die niet alleen over de fysieke kwaliteit en het onderhoud ging, maar vooral ook voor de welzijn van de bewoners. Beste Jan, voor sommige mensen is werkelijk niets te veel. En zeker als het om anderen gaat. U bent zo'n mens, met een groot hart voor het wel en wee voor uw medemens. En daarom heeft het Zijne Majesteit, koning Willem-Alexander, behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd. Ja, dat gebeurt u niet iedere dag, hè, dat u op deze manier... Ik ga eerst een foto maken dat ik het u aanreik voor de fotograaf. En dan wil ik uw zoon vragen om het op te spelden. Alsjeblieft, gefeliciteerd. En dan wil ik u nog bloemen bijgeven. Dan moet u hem even laag houden, want ze willen allemaal graag uw... Ja? Mag ik u van harte feliciteren. Dank u voor al uw werkzaamheden. Nou, graag gedaan. En maak er een mooie dag van samen. Geniet ervan. Ja, ik vind het echt heel bijzonder. Ja, ja, dank u wel. Ja. Meneer is 89 en die tennist nog. Dat vind ik echt heel bijzonder. fijn dat u zo meeleeft. Ja, een hele fijne dag gewenst voor u allemaal en voor de mensen die voor u hier zijn. En dan ga ik vragen aan Raymond van Haafden om naar voren te komen. Zo, mag ik u uitnodigen om naar boven te komen? Ja. Welkom. Bekend gezicht. Dankjewel. Ik heb 2 stippen voor jullie. Ook van harte welkom. Ja, van harte welkom. Allereerst moet ik zeggen aan u allen, ik ben een ongelooflijk Formule 1-fan, dus ik ben ontzettend jaloers, want naast mij staat de wethouder van Zandvoort die over Formule 1 gaat. Nou, dat is toch de droombaan. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over de hobbykok, want dat ben je. En ik mag jij zeggen, want wij kennen elkaar. Een hobbykok avant le lettre. Want inmiddels, waar heel Holland bakt, richt u ruim 20 jaar geleden al de Wijkerkookclub op. Voluit de Cuisine Culinaire, de Wijkerkookclub. En wie zou denken dat hier een paar hobbykoks bij elkaar thuis een mooi diner bereiden, komt bedrogen uit. Ik sluit niet uit dat een aantal leden dat in kleine groepjes wel eens doet, maar de Cuisine Culinaire, de Wijkerkookclub, heeft 280 hobbykoks als lid die maandelijks hun kookkunsten tentoonspreiden. Een club met zoveel leden kan niet zonder bestuur, voorzitter en vicevoorzitter. En jij bent niet alleen een verdienstelijke kok, maar ook een bestuurder in hart en ziel. En natuurlijk zat je in het bestuur van de Wijker Kookclub. Mede onder jouw kundige leiding en belangeloze inzet heb je ervoor gezorgd dat de Wijker Kookclub tot een van de grootste clubs is uitgegroeid die aangesloten zijn bij de Cuisine Culinaire. Maar wat die kookclub echt bijzonder maakt, is het jaarlijkse kerstdiner voor alleenstaande ouderen en hun mantelzorgers. En deze activiteit is uitgegroeid tot een evenement waar ruim 135 deelnemers een prachtig diner krijgen aangeboden. En waar niet alleen heerlijk gegeten wordt, maar ook diverse artiesten optreden. En natuurlijk draai je je hand niet om voor het vinden van de broodnodige sponsoren. En ook niet overigens voor de maandelijkse nieuwsbrief en de PR van jouw Cuisine Culinaire, de Wijker Kookclub. Eén gebeurtenis mag niet onbenoemd blijven. Je kreeg het voor elkaar om 3 burgemeesters uit de Eijmondregio een muzikaal optreden te laten bezorgen als een van de hoogtepunten van die avond. Ik hoop dat daar beelden van zijn, ik ben erg benieuwd. Ik heb nooit gehoord welke 3 burgemeesters dat zijn, maar dat hoor ik dan nog graag. Er is ook een andere club waar je je met hart en ziel voor inzet. De Willeke Alberti Foundation. Een stichting die als doel heeft om zich in te zetten voor ouderen en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking door middel van, hoe kan het ook anders, muzikale optredens. Jij was actief betrokken bij de oprichting van deze stichting. En ook hier vervul je een bestuursfunctie en ook hier speel je een cruciale rol bij de fondsenwerving. Beste Raymond, uit alle activiteiten kan ik maar één ding concluderen. Je hebt een groot hart, een groot sociaal hart, dat uitgaat naar iedereen in nood. En vooral naar onze ouderen en mensen met een beperking. En het heeft daarom Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd jou te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Daar wil ik je van harte mee feliciteren. Mevrouw een beetje bij, u mag ernaast gaan staan, zo ja. Ja, van harte gefeliciteerd. Alsjeblieft. Waar zat in de vergadering? Je werd eruit gehaald. Ja, nou dat is een echte verrassing. Nou, wij komen elkaar wel eens tegen in een vergadering, maar dit wist ik allemaal niet van je. Dit las ik pas deze week bij de aanvraag. Dus wat mooi dat je dat allemaal erbij doet. We hebben een bos bloemen voor je. Kijk, en dan heb ik voor mevrouw nog bloemen. Alsjeblieft, van harte gefeliciteerd. En als jullie nog een keer op de stip willen staan, dan gaan we even de foto maken. Eerst even die kant uit. En dan gaan we naar... Hele fijne dag. Hele fijne dag, geniet ervan. En terwijl Raymond wegrijdt, gaan wij over tot de volgende bijzondere vrijwilliger. En dat is Jos Wiel. Jos, mag ik je uitnodigen om hiervoor te komen, uit te stappen bij de trap. Goedemorgen. Ja, wij kunnen van alles organiseren, dat ziet u wel, geweldig. Maar de zon, die is er speciaal voor u, voor al die vrijwilligers die hier in het zonnetje worden gezet. Van harte welkom. Ja, u mag op de eerste stip, Jos. En de andere stip. En dan, dat doen we zodat iedereen u goed kan zien, maar ook voor de camerabeelden. Beste Jos. Een hart dat klopt voor VOS. En ik denk dat dat wel het beste kenmerkt wat je allemaal doet voor jouw handbalvereniging. Jouw handbalvereniging, dat zeg ik met nadruk. Want jij bent een van de grondleggers van VOS, VOS handbal. Wat zeg je zelf? VOS? VOS. Je bent inmiddels alweer 6 jaar voorzitter. Van 1990 tot 2000. 6 zwaaide je ook al met de voorjaarshamer. Vrijwilligerswerk wordt niet altijd op waarde geschat. Maar als burgemeester weet ik dat de gemeenschap niet zonder vrijwilligerswerk kan. Zonder vrijwilligerswerk geen club, geen vereniging, geen kerk, geen sportclubs. Nou, zo kan ik wel even doorgaan. En dat maakt mensen zoals u zo belangrijk. Want u stond niet alleen aan de wieg van VOS handbal, u zorgt nog steeds voor uw club. Zo zorgde u 5 jaar geleden voor een soepele verhuizing van Lijnden naar Zwanenburg. Sterker nog, zonder u was er geen nieuw handbalveld geweest. De gemeente, het Schipholfonds, de Bataaf, u voerde alle gesprekken. En daarnaast draait u uw hand er niet voor om de handbalvelden schoon te maken voor schooltoernooien. En ondanks het feit dat VOS inmiddels handbalt in Zwanenburg, zorgt u nog steeds voor het vertrouwde Vossennest in Lijnden. Daar wordt nog steeds geklaverjast, ook door u zelf. En het 60-jarig jubileum kon helaas vorig jaar niet doorgaan. Maar ik beloof u, er komen betere tijden en een goed feestje. Dat gaat u vast organiseren. Er zijn best wel mensen van de VOS aanwezig, hè? Dat komt goed, hè, die 60-jarig bestaan. Ja, dat bedoel ik. U gaat dat vieren met elkaar. Bij de meeste vrijwilligers blijft het niet bij één project. En u bent daarop geen uitzondering. Want naast de handbalclub heeft ook de dorpsraad Lijnden een warm hart, plek in uw hart. Het kan dan ook geen toeval zijn dat de dorpsraad ook 60 jaar geleden is opgericht om sociaal-culturele activiteiten voor Lijnden te organiseren en te zorgen voor goede contacten tussen de gemeente en het dorp. En natuurlijk om het dorpshuis te exploiteren. Het is altijd prettig om te weten dat burgemeesterstaken in alle kernen goed belegd zijn. En ik weet dat bij u als burgemeester van Lijnden in goede handen zijn. Hulpburgemeester, hè? Hulpburgemeester. Iedere dag een rondje door het dorp waarbij u niets ontgaat. U gaat in gesprek met de inwoners als er oplossingen en verbeteringen mogelijk of nodig zijn. En uiteraard, het kan bijna niet anders, bent u voorzitter van de dorpsraad. Mede dankzij u bleef het dorpshuis open, omdat u mensen er altijd weer van wist te overtuigen om daar een zaaltje te huren. De Voedselbank heeft ervaren dat problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen als u ze oppakt. Door uw enorme netwerk en kennis van de Voedselbank overproductie ophalen bij de lokale telers. Die worden dus niet meer weggegooid. Zelfs de aspergeschillen worden gebruikt voor aspergesoep. En ook bij het vinden van een nieuwe locatie voor de Voedselbank, enkele jaren geleden, bleek uw kennis van onschatbare waarde. Beste Jos, een hart dat klopt voor de club, voor uw club, voor uw dorp en voor uw medemens. Dat is echt iets om trots op te zijn. En daarom heeft het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd. Ik ga dit eerst zo aan u overhandigen voor de foto. Ja, en dan ga ik uw vrouw vragen, ook gefeliciteerd, om uw man het lintje op te spelden. Oh, kijk, nou. Alle burgemeesters heeft u ontmoet. Ja, maar deze doet u dan heel speciaal. Dat doet u dan tegelijkertijd met een koninklijke onderscheiding. Ja, en dan heb ik voor u een bloemen, voor mevrouw. U ook van harte gefeliciteerd. En dan mag u zo gaan staan dat we even een foto kunnen maken. Eerst die kant uit. En dan gaan we die kant. Van harte gefeliciteerd en maak, ja, en maak er een mooie dag van samen. Ja. En zo stapt Jos Wiel in de auto. En ik ben ervan overtuigd dat hij nog een leuke dag gaat hebben. En dat is tegelijkertijd de laatste van deze ronde. We hebben steeds ronden, omdat het allemaal auto's erbij moeten kunnen zijn. Dus we werken in ronden. Dit is de laatste van deze ronde. En dat betekent dat wij afscheid van u gaan nemen. Ontzettend fijn dat u er was en dat u zo meeleefde. Het wordt even complex om u op een goede manier naar buiten te leiden. Maar daar hebben we deze meneer met deze witte jasje voor. Die gaat u daarbij helpen. Ik wil u heel erg veel dank zeggen dat u er was. En ik wens u een hele fijne dag verder. Tot ziens allemaal.